Dit, beste kijkers, is Margreet den Buurman. En Margreet den Buurman wilde graag aandacht vragen voor het prachtblad Bühne. Wat is dat voor blad, ja. Margreet? Ja, Bühne is een cultureel literair tijdschrift van uitgeverij Aspect. En het bestaat vanaf het najaar van 2014. Dus we zijn nu bezig met het 13e nummer. Als dat maar geen ongeluk brengt. Juist in deze ongelukstijd. Ja, inderdaad, ja. Ja, ik heb hetzelfde een beetje gedacht. Maar eens moet er ook bij een reeks nummer 13 aan bod komen. Nou, er is geen betere tijd dan nu natuurlijk, midden in die coronacrisis. Maar zie je hoe mooi die omslagen zijn? Ja, maar je zei een literair, wat is het voor tijdschrift? Literair cultureel tijdschrift. En wat kan ik daar dan in lezen? Heel divers. Altijd een stuk of vier essays over literatuur, over bijzonderheden, meestal met cultuur te maken. Een leuk aantal korte verhalen altijd. En dan ongeveer verhalen van 4-5 pagina's. Ik noem Ezra de Haan doet vrij regelmatig mee. Ook bekend als de journalist Peter de Rijk. Met hele leuke cultuurhistorische essays. Poëzie staat erin. En het is een afwisseling en een mix van wat lossere verhalen en gedichten. En wat professionele auteurs en beginnende auteurs. Bühne betekent natuurlijk ook een podium. Ja, dus is daar nu nog wel vraag naar in deze tijden van vervlakking en oppervlakkigheid naar zo'n tijdschrift? Ja, zeker. Het heeft natuurlijk een aanlooptijd nodig, maar er is best een vast publiek voor. En de reden dat jij zo aardig was om mij te interviewen is ook doordat door de coronatijd kunnen de presentaties die we ieder half jaar hebben in de OBA aan het Roelof Hartplein met Bert van Galen niet doorgaan. Ook deze keer niet, de eerste week van november niet. En dat is ontzettend jammer. Dus ik probeer nu online een beetje iets feestelijks eromheen te doen bij het komende nummer, wat over 2 weken ongeveer zal verschijnen. Welke datum ongeveer? Want dit filmpje blijft natuurlijk gewoon op internet. We zijn bezig met de proeven, ik denk tegen eind oktober. Eind oktober 2020. Dit najaar. Ja. Kun je een tipje van de sluier oplichten wat erin komt te staan? Ja, het is voor een deel een terugbliknummer. Omdat uitgeverij Aspect bestaat dit jaar officieel 25 jaar. En daar staan wat leuke overzichtsartikelen in. Heel actueel. Sylvia Kamerbeek werkt op de kantoor van Aspect en is moeder van 3 kinderen. En die geeft een verslag heet van de naald hoe het is in deze coronatijd om een gezin te managen naast je werk met alle beperkingen. Maar we hebben ook Wim Huizer, niet onbekend door zijn biografie van Cees Budding, of Kees Budding. En die heeft... De Rotterdammert. Dat is toch een Rotterdammert, die Kees Budding? Ja, sorry. Of Dordtenaar, nee, dat maakt niet uit. Even plaatsen die man. Gaat verder. Hij heeft een essay geschreven over de voorloper van de jeugdbladen. We hebben rubrieken, Hans Siso belicht altijd een kunstwerk. We hebben een locatie, maar aan Oldhof is een lang redacteur geweest voor en van Roald Dahl. Ze heeft daar ook boekjes over geschreven. En deze keer heeft ze een bijzondere herinnering aan voorlezen thuis. En dan gaat het natuurlijk over de wondere wereld van Dahl. Daar komt ze op uit. Heel leuk. We hebben leuke korte verhalen. Ik wil Reinhold Wiedeman er even uitlichten. Die heeft altijd van die tot verbeelding sprekende begrafenisverhalen. Erg komisch ook. Ja, zwarte humor. Doet een beetje denken, heb ik hem wel eens vergeleken. Met, ik dacht Elschot-achtig. En dan wil ik ook nog Peter Leemeyer noemen, omdat dat zo leuk is. Hij is een echte Amsterdammer, ook wel redacteur van het online tijdschrift In Zuid. Maar hij debuteerde in Bühne. En dat leidt tot vervolgverhalen. Dus deze keer ook weer een verhaal van Peter Leemeyer. Poëzie. Bert van Galen, ons niet onbekend, geeft een overzicht van 40 jaar werken bij de radio. Ik heb ook alle
auteurs gevraagd of ze een online filmpje willen maken. En ik hoop dat velen mee willen doen. Het wordt weer een heel erg leuk nummer, vind ik zelf. Ja, dus het is heel bevredigend. Is het in dit tijdperk juist goed om het van veel te lezen? Want we moeten toch maar binnen zitten. En we kunnen tv kijken, Netflixen. Maar waarom is lezen eigenlijk veel beter in dit tijdstip? Tijdperk? Lezen heeft eigenlijk door de tijden, alle tijden heen, ook een troostfunctie gehad. Hè? Lezen is natuurlijk ook herkenning zoeken en identificatie. En het is bij uitstek natuurlijk een periode om niet in de put te gaan zakken, maar om te kijken wat doen andere mensen en om je creativiteit en je verbeelding te laten spreken. Ik wil ook degene die kijken uitnodigen van, goh, misschien wil je proberen zelf een keer een kort verhaal te maken of zelf een gedicht te schrijven. En kijk even op de site van Bühne, ik zal even wat omslagen laten zien. En ik zei ik je niet af, stuur het gerust in. En ik kijk er oprecht naar. Met andere woorden, we moeten het deze tijd een beetje van elkaar hebben. En ja, ook van lezen, Rob. Ja, zeker. Oké, Margreet den Buurman, bedankt voor deze bijdrage. En beste kijkers, het is maar dat u dit allemaal weet.